We moeten jullie volk niet binnen hebben. Hoe bedoelt u met ons volk, meneer? Gewoon Turken, Marokkanen. Dat vind ik echt veel te ver. In elk geval heb je wel... Als je fles wil komen, sla ik ook elke keer in. Wat een racist, jongens. Hoi, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Velvet. Ja, jij gaat het doen, ik ga het niet doen. Kap hoor. Hoi, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van... Velvet X. Nee, dit is X. Oh. Ik moet er iets meer pittig in leggen. Ja. Hoi, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Velvet X. En deze week zit er naast op de bank niemand minder dan mijn lieve collega maar Niels. Maar ook niet meer. Dat is racisme volgens mij nog best wel een groot probleem. Ja. Zie jij het wel eens gebeuren om je heen? Nee, niet echt in directe vriendengroepen of zo. Ja, ik ga niet met racisten om, denk ik. Ik heb wel een redelijk gemixte vriendengroep qua huidskleur. Maar wij zijn niet naar elkaar racistisch of zo. Nee, nou, maar... beter van niet, toch? Ja. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd hoe de mensen op straat hierover denken. Of zij denken dat het nog een groot probleem is. En of ze het zelf hebben meegemaakt. Is er in je omgeving wel eens gediscrimineerd? Niet zoveel eigenlijk. Ja. Ja? Ja, dat wel. Heb je daar een voorbeeld van? Nou, dat was laatst nog met een collega van mij. Ik heb het meestal gehad dat donkere mensen mij discrimineren, dus dat is best wel apart. Een jonge man die loopt voorbij hem en hij laat geld vallen. En hij zegt tegen de jongeman van, joh, je laat je geld vallen. En waarop die jongeman zegt van, ja, raap op, dan Zwarte Piet. En hij herhaalt het van, sorry, ja, rap op de Zwarte Piet. Heb je wel eens meegemaakt dat mensen op basis van hun afkomst bij een club zijn geweigerd? Bij een club? Ja. Ja, sowieso. Ik heb heel lang een Turkse vriend gehad. En hij mocht gewoon naar binnen, de politie werd gebeld zonder dat hij echt iets had gedaan. Zouden jullie, als er in het uitgangsleven iemand werd gediscrimineerd op basis van zijn afkomst, zouden jullie dan ingrijpen? Als ik er wat aan kan doen, dan zal ik zeker ingrijpen. Ik zou nu zeggen, ja, tuurlijk doe ik dat, maar als ik dan echt er sta, ja, dan is het misschien wel anders. Oké, en is het denk je haalbaar straks een discriminatievrije wereld? Ik denk wel dat het diep zit, zeg maar. Maar ik denk dat het wel kan veranderen. Ik denk van niet. Hoezo niet? Ik sowieso wel ooit rondgaan in de wereld, discriminatie. En wat moet de mensheid eraan doen om dat te veranderen? Op de momenten dat het gebeurt, gewoon met z'n allen zeggen van joh, dit is onacceptabel om zo met mensen om te gaan. Ik denk vooral over te praten en bewust worden van mensen. Minder kijken naar wat één iemand doet en dan gelijk iedereen over één kam scheren. Ik denk eerder dat we gewoon beter het individu kunnen beoordelen dan zeg maar iedereen. Ja, hoe heet je? Ik heet Noni. Noni voor president hoor. Ik vind het best wel heftig, want ik had zelf altijd het gevoel van het valt wel mee en vooral in Amsterdam is iedereen best wel vrijdenkend. Maar als ik dit zo hoor en even op de straten ben geweest en al zulke heftige verhalen hoor, denk ik wel echt van er valt echt nog heel veel te veranderen. Ja, wij opereren vanuit een hele blanke naïviteit misschien ook, hè? Ja. Dus wij hebben het niet zo heel snel door, omdat het betrekt ons niet heel vaak. Of nee, zo, daarom vond ik dit zo heftig om gelijk al te weten van, oké, het is gewoon nog een probleem. Ja. En dat is echt vet kwalijk. Maar wij gaan natuurlijk ook nog even testen. Niels! Ja, Iris. We staan voor de Disco Dolly. Inderdaad. En ik moet nu al bekennen, ik voel me een beetje naar. Ik heb er niet zoveel zin in. Nee, want wij gaan zo meteen Doorbitch spelen. Ja. En er komen wat acteurs en die hebben een tintje. Die zitten in het spel, die zitten in het complot. Ja. Maar de mensen die eromheen staan weten dat niet. Die denken dat het allemaal echt is. En wij gaan ze weigeren eigenlijk op basis van dat tintje. Ja, maar we gaan het langzaam opbouwen. Dus we beginnen gewoon met kleine soort van smoesjes. Van even een keer de schoenen aan, je bent te dronken. Even kijken of mensen reageren. En we bouwen het langzaam op, steeds heftiger. Ja. Nee, maar laten we het gewoon doen. Alles wordt experiment. Zo is het. Sorry jongens, ik kan jullie niet binnenlaten. Ik wil jullie vragen om even daar links te gaan staan en gewoon weg te gaan. Alsjeblieft, waarom niet? Waar mogen jullie niet naar binnen? Jullie hebben allereerst gewoon de verkeerde schoenen aan. Ja, de verkeerde schoenen. Ik heb normale schoenen aan. Willen jullie naar binnen? Ja. Kom maar hoor. Hij heeft ook gewoon Nike schoenen, man. Goeie dus avond, heren. Hij wel naar binnen. Hij heeft toch Nike's aan. Veel plezier vanavond. Yo. Zij heeft ook gewoon sportschoenen aan. Kijk dan. Nee jongens, jullie komen niet binnen. Waarom mogen zij wel naar binnen dan? Jullie zijn ook veel te dronken. Ze hebben de goede gimp aan. Can you say something, please? I don't know what to say, man. I'm sorry. Why? Please, help me out. Kom op, is toch niet eerlijk? They don't have the proper clothes, so... Come home and get changed. Fijne avond. Fijne avond, jongens. Veel plezier. Wat me hier best opviel, is dat mensen niet gelijk te hulp schoten.
Want misschien dat ze het ook niet goed konden plaatsen en dat ze dachten van, ik weet niet wat er voorgevallen of ik weet niet wat er al speelt. Maar het was nog niet concreet genoeg om echt in te grijpen. Nee. Dus ik denk dat we er nu wel gewoon even een schepje bovenop moeten gaan doen. We moeten jullie volk niet binnen hebben. Hoe bedoelt u met ons volk, meneer? Van Turken, Marokkanen. Hoe bedoelt wat? U? We zijn van Nederlanders. Dus Nederlanders mogen wel naar binnen, Marokkanen zijn jullie niet. Jullie zijn Turken, Marokkaans. Nee. We zijn toch ook Nederlands? Maar zij is ook, jij bent ook half Marokkaans, toch? Ik ben half Marokkaans. Ja. Zij is denk ik niet half Marokkaans. Jawel. Ik vond dit wel echt heel kut om te zeggen. Het is gewoon heel naar. Je bent jezelf niet. Nee. Why can't they go inside? Because they're not Dutch. You can go inside. They should be allowed into the club. No, they're not allowed. You're allowed. You can go inside or not. You seem to be a nice guy. These guys not. I'm trying to be a nice guy. Yeah, but these guys are not. I can tell. Hey, out of thousands, have I can tell. Have a nice evening, bro. I'm sorry. No, no problem. Thanks. Eerste persoon die wel voor hem opkwam. Thanks, bro. I'm so sorry, guys. Like, holy shit. What was your first reaction? I was honestly like so shocked. I was like, that is not okay. Like, I don't even know if I'm gonna walk in here. Applausje voor hem, boys. Zeker. Sorry, guys. I'm sorry. Het verbaasde me nog dat hij uiteindelijk toch naar binnen ging, maar er zat zoveel twijfel ja, in hem. Hij was helemaal binnen waren. Ja, precies. Ja. Hij was helemaal shocked gewoon. Ja. Dat was wel echt heel mooi cool om te zien. Oké, we gaan er nu nog een schepje bovenop doen. Ja, nu volledig. Nu volledig, ja. Als jullie binnenkomen, dan wordt het stelen, dan wordt het vechten. Stelen? Ja. Je kent ons niet. Nederlanders zijn correct in de club, jullie niet. No Turkish Moroccan guys. No. Yes, you're okay. Yeah, we don't you're American, want that's okay. Normaal. Hij zegt, je bent Marokkaan, je komt niet naar binnen. Ik zweer het hier. Waarom mag ik niet naar binnen? Jullie zijn Marokkaans, toch? Ja. Nou, Marokkaanse jongens komen niet binnen. Dit kan toch niet? Ik ben wel mee eens dat dat niet kan. Even serieus, kan dit? Nee, vind ik eerlijk gezegd ook niet. Neem het op, ouwe. Neem het op. Ja, ik snap het echt niet, maar ik weet niet waarom hij zoiets zegt. Geluid op normaal op de telefoon, de film, weet je. Het is gewoon een normale jongen. Nou, normale, sorry, deze jongen zorgt altijd voor gezeik. Je hebt ons nog nooit eerder gezien. Nee, maar we weten wel een beetje wat voor soort jullie zijn. Nee, maar hij of... Nee, gewoon Marokkaan in het algemeen. Dat vind ik echt veel te ver gaan. In elk geval heb je wel... Hoezo is dat puur racisme? Dat is gewoon... Jij weet net zo goed als wij dat dit zo is. Dat kan je echt niet zeggen. Hoezo kan ik dat niet zeggen? Als het Turks en Marokkaans is, dat kan je echt niet zeggen. Dus hij mag wel naar binnen? Ja, ja. Wilt u naar binnen? Sorry? Nee, ik hoef niet naar binnen. Je weet toch dat zij altijd voor problemen zorgen, dit soort jongens? Ik ken deze mensen. Echt onzin dat zij voor een uiterlijk hier worden uitgegaan. Ja, het is zo simpel. Jullie mogen wel naar binnen, hoor. Ja, nou, dat boeit mij al niks. Huh? Als ik jou zou gefilmd hebben, bro, heel Nederland zou het weten. Jullie mogen naar binnen zonder deze gasten, of jullie gaan ook weg. Omdat ze voor ons opkomen, moeten ze nu ja, ook ik weg. Ja, ik heb geen zin in dit gezeik. Nee. Hoezo hoef jij dan niet naar binnen? Wat is dat voor iets? Je weet toch dat zij voor gezeik zorgen? Dat is echt racisme, hoor. Echt racisme, sorry maar. Mensen die gingen meteen al behoorlijk fel tegenin. Ik vond het echt tof om te zien. Oké, boys, ik ga jullie toch onderbreken. We zijn een sociaal experiment aan het filmen. Het is heel tof dat jullie voor deze mensen opkwamen. Dat was zo'n experiment, man. Even serieus. Jij kwam wel echt goed voor die jongens op. Ja, sowieso, man. Sowieso. Jullie gingen weg. Ja. Waarom? Ja, kijk, waarom zou je iemand weigeren omdat hij Turks of Marokkaans is, weet je? Dat slaat gewoon nergens op. Wat ik echt tof vond, is dat zij op een gegeven moment zei van, maar jij mag wel naar binnen. Jij zei van, dat interesseert mij niet. Ik vind het aardig dat je het zegt, maar... Het probleem is groter. Het hoort zo te zijn dat je gewoon geaccepteerd wordt om naar binnen te gaan. Good acting, man. You sounded like a dick. I'm sorry. Conclusie? Toch wel fijn dat er mensen voor discriminatie opkomen. Ja, ik vond het heel tof om te zien dat gewoon bijna iedereen wel opkwam voor onze figuranten. Ja, sowieso. En dan gaan we nu door naar het tweede experiment van deze aflevering. En daarbij gaan we met dezelfde acteurs langs allerlei clubs in Amsterdam om te kijken of ze binnenkomen of niet. En ik denk dat we maar even goed moeten luisteren naar de uitsmijters, wat hun redenen zijn, mochten ze niet binnenkomen. Mm-hmm. Die zal wel lukken, denk ik, toch? Ja, lijkt me wel. Hey, is goed. We gaan nu samen lekker tappen, man. Ja, toch, lekker, man. Goedemiddag, man. Bedankt, zeker. Hoi, is het lekker? Hoi. Ja, goed man. Oh! Sorry, maar dat is niet uit. Nou, Jim, hey. Hoe ging het, boys? Nou, Ben en ik zijn overal binnengekomen. Ging best wel goed, ja. En jullie? Wij zijn ook overal binnengekomen. Oh, serieus? Ja, ook overal. Oké, dus dat belooft best wel goed eigenlijk. Ja, ik zeg, we gaan er nog even een paar proberen. Ja. Is goed. Succes, boys. Dankjes doen. Let's do it. Let's go. Hi, goedenavond. Nog geen broek, gaat het niet worden. Zeg je? Nog geen broek, gaat het niet worden. Oh, nou, nu. Ik ga jullie even met hem laten zien. Oké, helemaal goed. Spijt me. Ja,
Hi, sorry heren. Ik kwam dit moment even geen heren binnen laten. Dus wij moeten geen heren? Helemaal vol. Nou, dan. Hi, goedenavond. Nee, maar nog geen trainingsbroeken naar binnen. Geen trainingsbroeken naar binnen? Nee, oh shit. Goedenavond. Alleen met dames, man. Hij heeft ook geen dame bij zich, toch? Maar ik was al binnen. Maar ik ga me er niet mee bemoeien. Eén dingetje, wij zijn ook niet binnengekomen. Nee. En dat kwam eigenlijk door mijn trainingsbroekje. Ja, doe jij wel. Dus overal, deze uitsmijter was wel heel selectief in wat hij wel niet binnen wou laten. Ja. Goedenavond. €3. €3? Oké. Okay. Wil je nog een drankje er ook bij? Oh, lekker. Kunnen we? Dank je wel. Goedenavond. Een tweetje, man. Je bent betaald. Voor twee keer? Ja, twee keer. Zij betalen entree, ze krijgen een biertje. Wij betalen entree en we geven €4 fooi. En we krijgen geen biertje. Geen estamentjes voor een biertje. Nee. Okay, dus. Dus er zitten verschillen. Ja. Ja. Gezellig, jongens. Hier is sowieso wel gezellig. Goedenavond. Ik kan niet doorlopen. Waarom niet? Sorry, man. Ik dacht dat ik wel door kon lopen. Heb je afzet? Dus we mogen niet naar binnen. We mogen niet naar binnen? Als je een fles wil kopen, sla ik hem ook uit de knieën binnen. Hij zegt, maar naar binnen als je al in de fles komt. Ja, als je binnen in de fles komt. Sla ik met elkaar uit de knieën binnen. Hiervoor waren ook twee jongens, die waren ook zonder chicks. Die mochten wel naar binnen. Ja, maar dat waren gewoon kerks. Dus. Wat een racist, jongen. Shit. Dit deed echt pijn. Pijn? Ja, dit deed echt pijn. Ze zijn gewoon vol gediscrimineerd, waarbij jullie gewoon naar binnen werden gelaten. Ja, wij waren aan het wachten op jullie. Ja. Toen zei een collega van hem, weet je wat jongens, als jullie een fles halen van €150, dan mogen jullie naar binnen. Oh, dan pas, ja. Ja, dit is wel echt een stuk discriminatie. Ja. Oké, conclusie. Er valt nog best wel veel terrein te winnen. Bij het eerste experiment merkten we dat mensen wel opkwamen, maar alleen als het heel extreem was. En bij het tweede experiment merkten we eigenlijk dat uitsmijters toch nog niet helemaal één grens trekken. Nee. Toch? Klopt. En dat is best wel kwalijk. Tenminste, dat vind ik wel echt heftig om gewoon te zien. Niels, bedankt dat je er was. Alsjeblieft, Iris. Vond je een beetje gezellig? Ik vond het leuk met jou op de bank. Nou, dat is heel goed om te horen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Is dat nou zo? Doe dan even dat duimpje omhoog. Wil je nog meer video's zien van Concert Velvet? Vergeet dan vooral niet te abonneren. Tot snel, jongens. Later. Doei!